Hoi allemaal, het leek me leuk om weer eens een shoplog op te nemen, want ik heb wat leuke dingetjes voor Niels gekocht en één dingetje voor mezelf, dus die laat ik ook meteen eventjes zien. Maar laten we beginnen met de spullen voor Niels. Het weer wordt lekkerder, dus ik dacht hij heeft een jasje nodig, zeg maar, want hij heeft nu echt een vrij dikke winterjas. En ik dacht, het is ook wel lekker als hij, zeker als het zo super zonnig is, dat hij ook gewoon iets ertussen heeft. Zeker als hij buiten echt met zijn fiets en zo aan het spelen is, dan kan hij natuurlijk wel iets dunners aan en dat is dan ook voor de komende tijd nog. En ik zag deze bij de Hennes. Het is een parkaartje, groen. Een beetje een iets langer modelletje. En het heeft een capuchon, maar die kan je er ook gewoon met klittenband kan je er ook gewoon afhalen. Iets minder handig als je hem probeert aan zijn capuchonnetje vast te houden, omdat hij van een heuveltje afgaat. Want dan heb je de capuchon in je hand in plaats van Niels. Tipje. maar wel handig dat hij eraf kan. Dat vind ik wel fijn. Ik had een maatje 92 genomen. Ik heb uiteindelijk toch een 86 gedaan. Omdat de mouwen wel heel lang werden en zo. En hij zat vrij los. Dus ik dacht, ik neem toch maar een maatje kleiner. Ik heb het gevoel dat hij hier echt nog wel eventjes mee door kan. Hij was €25 en het was van de Hennes. En zijn jasje wat hij nu heeft, heeft hij ook van de Hennes. En ik ben er erg tevreden over. Je kunt ze ook makkelijk wassen, drogen snel. Deze is dus gewoon wat dunner en ja, ik vind hem heel erg leuk. Dan van de Hennes dit zonnebrilletje. En voor wie mij al langer volgt en mijn vlogs ook kijkt, die herkent dit brilletje misschien. Want dit is het brilletje wat hij afgelopen zomer ook had. Nou ging dat afgelopen zomer ook kapot. En dat heeft ermee te maken dat Niels zonnebrillen mega interessant vindt. Sowieso brillenkokers vindt hij prachtig. Daar kan hij echt uren mee zoet zijn. En zo ook met zijn zonnebrilletje. We vonden hem zo cool. Heeft een beetje een, oh ja, nu ziet u de camera, heeft een beetje een ombre effect. Ja, weet je, hij kan het gewoon enorm goed hebben. Ik ook. Hij heeft ook wel eentje, zeg maar, die echt met zo'n bandje zit om zijn hoofd heen. Voor als hij hem echt niet af mag doen. Maar ja, deze is gewoon voor de leuk. Die andere heb ik op zich wel weer gemaakt. Maar ik zag hem liggen en toen dacht ik, kan geen kwaad om een extra te hebben. Want je wil niet ineens dat je zonder zonnebril zit en het super felle zon is of zo. Dan dit petje, ook voor Niels. Niels heeft ook iets met petjes. Hij heeft een politiepetje ooit van de buurman gekregen. En een politiepetje ooit van de buurman gekregen. En dat vindt hij heel grappig om op te hebben. Dus hij loopt dan de hele tijd mee door het huis. En dat heb je misschien ook wel eens op Instagram of zo foto's gezien. Maar deze grijze vond ik heel leuk. Ook gewoon lekker licht kleurtje. Had afgelopen zomer had hij een heel leuk petje van de Vibra met palmboompjes. Maar die was donkerblauw en dat is natuurlijk best wel warm op je hoofd. En lichtgrijs is natuurlijk net iets lekkerder. Dit was een maatje 92, ze hadden niet kleiner, maar je zit op zich klittenband op. Ik dacht, het kan wel en ik heb hem al op zijn hoofd gedaan. En het is op zich prima, je moet hem gewoon iets strakker zetten. Maar dit gaat prima. Dus deze ook van de Hennes. En ook deze heb ik de prijs, weet ik niet. Oh wacht, ik heb het bonnetje natuurlijk. Even kijken. Oh wacht, dit is het zonnebrilletje is €5 en het petje is €4, €3,99. En dan kocht ik nog twee shirtjes bij de Hema. Mijn moeder had laatst een paar leuke dingetjes voor hem gekocht, waaronder zo'n matching shirt vond ik heel cool, maar ik had het idee dat Sven het echt niet zo cool vond. Dus ik dacht, die breng ik dan terug en dat ruil ik dan voor iets anders. Mijn moeder had onder andere een heel leuk grijs, lichtgrijs skinny jeans vorm gekocht. Maar je hebt, zeg maar, de skinny jeans van Hennes die ik heel leuk vind, maar die eigenlijk gewoon een beetje te strak zitten voor hem om comfortabel in te bewegen. Mis heeft nu het bonnetje te pakken. En deze zijn net wat losser en het is heel dun, bijna een soort joggingmateriaal. Het is echt ideaal en het is lichtgrijs, superleuk. Maar Niels heeft natuurlijk heel veel grijze shirtjes. Dus, en dat vind ik een beetje te veel grijs hoor. Dus ik zocht iets meer kleur en hij heeft twee shirtjes. Maar die ene is echt al bijna te klein. Zeg maar, die is eigenlijk al een beetje dat zijn buikje eronder uitkomt. En die andere is prima, maar daar kan ik niet tegen opwassen. En ik vind het broekje heel leuk. En ik doe meestal een broekje wel twee keer aan, een shirtje meestal niet. Maar dit shirtje. En dit is, ja, dit is ook weer zo gek. Maar de Hema heeft dan ook weer, dit is dan weer een maat 86 en die is dan weer heel groot. Maar er staat wel gewoon van 12 tot 18 maanden. En Niels is, zeg maar, groter dan de middenlijn. Dus het is geen kleine baby. Maar deze met blauw met witte streepjes vind ik heel leuk. En deze. En die heb ik uiteindelijk toch maar omgerad voor een 80. Want
Ik had de 86 gekocht, maar ik hield hem bij me. Ik dacht, ja, dit is veel te groot. En ook omdat hij er natuurlijk nu nog even mee doet. Maar als het echt warm wordt, worden de t-shirtjes. Dus ik dacht, nou, toch maar. Maar ik vond deze heel leuk. Deze is een beetje, ja, nou niet mintgroen. Wat is het voor kleur groen? Een beetje groen-blauw-grijzig. En die heeft dan dit. Een tippie-teentje en een kanootje en zo. En dat vond ik eigenlijk wel heel leuk. En deze shirts waren, even kijken. Oh, die broek heet ook denim sweatpants. En dan t-shirt lange mouw, 8 euro kan ik kloppen. 8 euro en 6,50. Nou. Ja, deze was 8 euro. En deze was 6,50. En deze zit nu denk ik perfect, die andere zit net iets ruimer. Maar dit is dus een maat 80 uiteindelijk. En dan had hij ook nog een truitje met beertjes en dus dat broekje. Maar dat ligt op zijn kamer dus, en hij ligt uit te slapen. Dus die ga ik niet wakker maken. Maar dat heb ik ook niet zelf gekocht. Dat heb ik van mijn moeder gekregen. En dit heb ik in feite ook van mijn moeder gekregen. Omdat ik andere dingen ging terugbrengen. Maar... en dan nog voor mezelf iets. En dat vond ik echt heel mooi. Echt heel blij mee. En dat is dit. Het is een roze jasje. Het is nepsuède. En hij is van de Bershka. En ik zag hem eigenlijk in het grijs. En die vond ik echt heel erg mooi. Toen dacht ik, oh, die wil ik. Maar ik dacht, ik weet niet zeker hoe die... Soms weet je wel, grijs. Het was echt een hele mooie lichtgrijs. Maar ik dacht van, als het nou net niet die kleur is die op de foto, zeg maar, is. Dan kan het ook zo net niet zijn. Dus ik had... En toen zag ik dat ze ook een licht roze hadden. Toen dacht ik, nou, dan bestel ik die ook. En dan kan ik gewoon kijken welke kleur ik het mooist vind. Nou, uiteindelijk kon ik echt niet kiezen. Ik vond ze allebei prachtig. Ik had trouwens een S en een M besteld. Maar de S was prima. Dus ik had gewoon 4 jasjes besteld. En uiteindelijk dus 1 gehouden. Beetje asociaal misschien. Maar ik dacht, ja, van de meeste jasjes heb ik een S. Maar soms kan het bij mijn borsten niet dicht als het een S is. Dus ik moet dan... Kijk, voor de rest is het allemaal S goed. Maar het moet ook wel hier, zeg maar, dicht kunnen. Maar uiteindelijk, ja, ik kon echt niet kiezen. En Sven vond het ook heel lastig. Maar... Als we keken, deze stond mij net iets mooier, zeg maar de kleur stond me net iets mooier in mijn gezicht. En pas ook net iets beter misschien bij mijn outfits, omdat ik, als je dan en grijs, zeg maar, dan ben je helemaal zo grijs. Als je nou heel veel zwart bijvoorbeeld draagt, dan is die grijs echt super. Maar ik draag tegenwoordig niet heel veel zwart meer. Dus lang verhaal kort, I love it. Het is echt heel zacht. Ik kan hem zo even aan doen. Hij heeft hier een soort riempje omheen met een gesp en een rit. En het is ook een beetje, het zijn een beetje grove naden, zeg maar. Maar doordat het zo'n heel zacht materiaal is, is het wel heel vrouwelijk. En natuurlijk zeker ook door de kleur. Zo. Nou, kan je het een beetje zien. Ik zal nog even een beetje omhoog. Ik heb wel een jongboek aan. Dus met een blouseje. Maar dit is hem, dus hij valt wat korter, zoals je ziet. Maar dat vind ik juist wel leuk. Dus hij valt een beetje in je taille. Voor zover ik die nog heb na de zwangerschap. Maar ja, ik vond hem echt wel... En hij is een klein beetje stretchy, maar niet te veel. En ik moet ook zeggen, hij kan dus dicht. Niet veel onbelangrijk. Maar dit is omdat het een wat hoger modelletje. Zal ik hem misschien niet heel snel dicht doen. Dus dan is het zeker belangrijk om hem niet al te grote maten te nemen. Want anders wordt het helemaal zo... groots. Maar ik ben er echt, echt heel blij mee. Ik vind hem echt prachtig. Ik ben er heel erg blij mee. En ik weet gewoon dat ik dit soort dingen draag ik de hele zomer met heel veel plezier. Dus ik ben er heel blij mee. Dus ja, dat was het. Dat was mijn soort mini shoplogje. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Het is op dit moment echt mega lekker weer. Ik weet ook niet hoe het is als deze video online komt. Dus ik ga weer lekker van het weer genieten. En dan vanavond video's bewerken als het gewoon donker is en de zon weg. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Ik wil jullie in ieder geval ontzettend bedanken voor het kijken. Duimpje omhoog als je deze video leuk vindt. En ik zou het heel erg leuk vinden als je wilt abonneren op Blondie Beauty Fashion. Door hier op mijn gezicht te klikken. Doeg!